Als blikken konden doden, moet je bellen met het deel. Good morning, beste. Nee, ik lieg. Dit is echt al middag. In de vroege avond al. De mensen van de vlog. Het is weer de eerste vlog in het Nederlands. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden. Ik ben nu momenteel bij Key Music met Saya. Want wij gaan een paar dingen kopen voor een kleine mini studio setup in mijn huis. Omdat ik heel graag mijn album op wil maken en ik wil dat met hem doen. Because he is a talented motherfucker. And we work together well. Dus nu gaan wij dat eventjes doen. Dit is onze studio setup. En Messiah gaat alles in elkaar zetten. Het wordt tijdelijk mijn studio tot de album af is. Maar we gaan hem nu eerst even daar opzetten. Totdat ik hier een eetkamertje, een tijdelijke eetkamer. Hallo guys. Het is weer een beetje gek om in het Nederlands te doen. Maar hier zijn we weer. Marwa en ik zijn nu in Amsterdam. Maar goed, wij zijn in Amsterdam. Want we hebben nu een lunch van Faya. Voor haar protein water. En ik ben echt op healthy eten en gezond doen en sporten weer. Dus het kan er altijd bij. Ja, yeah, I listen to classics. Weird, hè? No, I like it. Oké. Oké, guys, ik ben bij Da Vinci. We gaan nu sporten. Het is super lekker weer. As you guys maybe can tell, I've lost so much weight. In echt 2 weken tijd. Ik eet zo goed. En Yuri heeft bakjes voor me meegenomen. So this bitch is gonna eat healthy again as well. Maar ik ben sowieso al heel goed bezig met goed eten. So that's good. Ik ga nu lekker sporten. Even op adem komen. Ik heb net boodschappen gedaan. Ik ben thuis. Het is zo belachelijk warm. Ik weet dat ik nu al heel veel vragen ga krijgen om een home tour. Kijk, er staat nog niks in mijn huis voor een home tour. Ik ga een home tour doen. Ja, kan ik zo met jullie praten? Nee, dit werkt niet zo. Kom op, creatief nadenken. Oké, ik ga een home tour doen. Als mijn spullen er zijn, weet je. Een tiende van mijn huis is... Nee, niks is af. Letterlijk. Alleen de tv's zijn opgehangen. En voor de rest is echt niks af. Ik heb mijn huis met Erik Kuster ingericht. En ik denk dat we medio oktober... Begin oktober. Ik ben buiten adem. Ik heb mijn boodschap gelijk 2 tassen getild. Wow. Girl. Work on your fitness. Dus een house tour die komt eraan. Alleen ja, ik moet nog wachten op heel veel spullen. Dus ik vind het ook een beetje gaar om jullie een halve huis, niet eens, een tiende huis te laten zien. Dit is mijn keuken. Maar die wordt ook anders. Dus I hope you guys bear with me. Want ik wil het heel mooi en heel leuk voor jullie doen. Ik ga nu mijn boodschappen uitpakken. En I'm also wearing this. Letterlijk bijna heel de dag. En hij zit echt fijn. Dit is van Snatch. Het merk is van Marwa. En ze is very into sporten. En heeft gewoon een sweatband gecreëerd. Waar ik mega trots op ben. Hij zit ook echt lekker. Ik draag een maatje medium. Voor iedereen die zich gaat afvragen. Waar is dit voor? Deze gebruik ik echt voor het sporten. En als ik ga wandelen of gewoon random thuis tv aan het kijken ben. Of aan het koken. Geeft me toch nog een beetje ja, de ondersteuning voor een goed postuur weer en I love it. En ik zweet er kapot erg door. Zo, dus ik was aangekomen. Ik ga gewoon met jullie kletsen. Ik heb zo lang niet met jullie gekletst in het Holland. Dus ik was aangekomen. Ik kijk die videoclip van Overdreven. En tijdens de opname zei ik tegen Aisha, oeh girl, everybody gonna be on my dick. Cause I can't wait. En het was ook echt zo. Zodra die videoclip online kwam, gingen mensen alweer janken. Oh, je bent aangekomen. Oh. Dit. Girl, a girl ate it. Tijdens de zomer. Ik heb echt alle remmen losgelaten. Maar als ik mijn mindset omzet, dan zet ik hem echt om. Ik ben nu alweer 2 weken goed bezig. Volgens mij ben ik echt 3 kilo afgevallen. So, we're getting there. I'm so proud of myself. Ik ga mijn boodschap uitpakken. Ik was eigenlijk van plan om echt voor maar een paar dingen naar de Albert Heijn te gaan. Maar ik heb iets meer gehaald dan ik had verwacht. En ik doe wel een keertje een vlog met wat ik allemaal doe of haal voor boodschappen. Maar ik vond dit wel een goede truc. Ik haal altijd popcorn.
in plaats van chips. Ik ben echt een hartige snoeper. Maar popcorn is nog semi-gezond. Dus als ik echt wil snoepen, dan eet ik popcorn. Ik heb voor vandaag en morgen bakjes bij Yuri besteld. Hij haalt deze altijd op en dan bestelt hij ook voor mij. En ik heb er twee, één voor vandaag en morgen. Dit doe ik altijd als mijn schema een beetje of mijn agenda een beetje vol is. En ik geen tijd heb om te koken. Dan neem ik dit. En waar ik ook echt, echt trots op ben, wil ik jullie even melden. Is het feit dat ik niet zoveel buiten meer eet. Sinds ik mijn eigen huis heb, kook ik echt veel. En ik doe ook gewoon lekker gezonde boodschappen. Which makes me very, very proud of myself. I'm all grown and shit. Dus dat wil ik ook even zeggen. Ik merkte dat buiten eten best wel een boosdoener kon zijn. Je kan wel gezond buiten eten, but it did not work out for me. Ik ging trouwens met make-up sporten. Ik heb hier workout op, dus ik bazel heel veel. Excuses daarvoor. Ik ging naar de hammam zometeen. Daar heb ik ook echt zin in. En dan zien jullie die studio setup daar die ik met Asai heb gebouwd. Hebben jullie gemerkt dat ik het heb gemist? Om in het Nederlands lekker te vloggen. I missed you guys. Oké, boodschappen uitgepakt. Ik heb niet eens een tas hier in dit huis waar ik dit in kan doen. Maar ik ga nu lekker naar de hammam. Oké, guys, ik ben lekker thuis. Ik kom net van de hammam. Het voelt echt fucking lekker als je naar de hammam bent geweest. Ik ga nu even mijn eten opwarmen. Oh, kijk al deze pakketjes hier. Ik ga nu even mijn eten opwarmen. En dan ga ik even eten. Wat Asaya en Ilias er zijn. En dan gaan we zitten aan een paar nummers. Hier bij mij thuis. Ik vind het echt chill dat ik niet elke keer naar de studio hoef. Dat ik dat gewoon een beetje thuis heb gecreëerd. Mijn album is eigenlijk zo goed als af. Ik moet gewoon nog een paar dingen opnieuw opnemen. Ik vind het echt fucking vet hoe het album zeg maar één geheel aan het worden is. Which I like a lot. Ik denk ook als jullie het gaan horen dat jullie echt Selma daarin terug gaan vinden. En dat jullie echt... Ik meen dat mijn tekst nog wel echt even kan verbazen. Ik vind schrijven echt heel leuk, merk ik. Ja, dus ik wou jullie eigenlijk een beetje updaten hoe ik erin sta. Aangezien ik zo lang geen Nederlands met jullie heb gepraat. Maar goed, ik wacht even totdat de jongens er zijn en dan ga ik even eten. Hi guys! Het laatste wat jullie zagen was van gisteren toen ik aan mijn album ging werken met Asaya bij mij thuis. En dat hebben we gedaan. We hebben wel ver gekomen. Ik vind het echt leuk dat we elke keer ook een stapje naar de juiste richting maken. Ik zit nu in de auto met Aisha. Want ik ga voor Luna Batu schieten. Ze heeft een hele mooie Marokkaanse jurken. En daarvoor ga ik schieten. Maar het zijn like very andere soort Marokkaanse jurken. En dan vind ik het altijd heel tof dat iemand dan aan mij moet denken. Als het niet zeg maar dat traditioneel Marokkaans is. En dat vind ik heel tof. Dus ik ga met haar naar Venetië toe. Want we gaan daar die jurken schieten. En als het goed is... maar één of twee jurken te schieten. Dus we vliegen vanavond. En dan hebben we woensdag een hele dag. Dus ga ik een beetje de stad verkennen. En hun gaan een beetje locatiescouting doen. Donderdag is de shoot. En vrijdag kom ik weer terug. En jullie gaan lekker met mij mee. Had a feeling that you called me to say you're sorry instead. You just said it's my mistake. Oké, guys, wij zijn in Venetië geland. En de beelden die jullie net zagen waren sfeerbeelden van de straat op dit moment. Het is inmiddels 12 uur. En het is donker op straat. Ik heb een ijsje. Ik heb ook schepijs gehaald, maar die vond ik niet zo lekker. Dus ik ben first dus liggen. Wij gaan nu even op zoek naar een lokaal restaurantje waar we nog even een hapje kunnen eten. Ik vind het niet heel erg als ik niet iets ga eten, want ik ben ook best wel moe. En morgen hebben we dan een vrije dag. Maar we doen nu ook een beetje locatiescouting. Wat ook hartstikke leuk is, want dan ken je de boel een beetje. Ik had nooit verwacht dat ik Venetië zo cute zou vinden. Het is echt een leuke stad, guys. Ik ben ook heel benieuwd hoe het er overdag uitziet. We zijn weer terug. En ik ga gewoon lekker slapen. Ik was vandaag ook best wel vroeg wakker. Zoektocht naar eten was geen succes, want het was best wel laat. Good morning guys from Venice. Ik heb me even omgekleed. Ik had letterlijk niks bij me.
En dat was zo lief. Want mijn rit van de jurk die ik aan wou doen, omdat ik altijd outfitjes maak, was kapot gegaan. Dus dat was zo lief om mij haar jurkje even te lenen. Ik ga zo even naar de Zara en even iets halen. Heel luchtig mijn make-up op gedaan. En we gaan nu een beetje de stad verkennen. We hebben gisteravond een beetje aan locatie scouting gedaan. Dus dat hoeven we niet meer te doen, echt. En nu gaan we een beetje lekker eten. Net. En ik had van Noor had ik als recommendation gekregen dat we bij de Gritty moesten zitten. Omdat het uitzicht hier heel mooi is. En ik ga jullie nu even het uitzicht laten zien. Want het is super pretty. Oké, guys, ik heb dit outfitje van de Zara weten te scoren. I'm in love with this top. Ik heb deze cycling short eronder aangedaan. Mijn Amina Muadis. En ik doe deze tas erbij aan van Bottega. Wij gaan namelijk wat eten bij Harry Dolce. Ik heb wel zin in een lekkere pasta. Oké, guys, wij zijn aangekomen bij Harry's Dolce. En het uitzicht, ja, ik kan het niet laten zien, maar we moesten echt half uur plus met de boot om hier te komen. Het is wel echt cute. Het stukje laat me ook echt denken aan Dumbo in Brooklyn, in New York. Het is super cute. Maar je zit hier heel dicht aan het water. En ik denk dat als je hier gaat lunchen, dat het ook wel heel cute is. Mevrouw heeft hakken mee en ze wou ze aandoen, maar ze heeft ze precies niet aangedaan. En ik zit hier nog steeds op mijn hakjes. Good morning guys, het is de dag van de shoot. En Luna gaat nu als allereerst mijn haar doen en dan gaan we de make-up in. Goedemorgen. Oké, guys, we hebben de eerste jurk erop zitten. Die was echt mega mooi. Die was very dreamy à la Dolce & Gabbana chic. Ik vond die echt heel mooi. Make-up is ook zo mooi gedaan door Luna. En spontaan heeft de foto's ook echt heel mooi genomen. We hadden zo mooi licht. Echt. I loved it. We waren eigenlijk best wel snel klaar. Dus nu gaan we eventjes naar een soort warenhuis hier. En daarna gaan we op make-uppen en dan voor de tweede look. Naar de Sephora, want ik ging allemaal make-up doekjes halen. Ik merkte opeens dat ik echt last van mijn hoofd had. Ik had echt hoofdpijn. Dus ik dacht, ik ga maar eventjes een uurtje hier thuis zitten. De meiden zijn wat gaan eten, maar ik heb ook geen honger. Ik moet gewoon heel veel drinken, zodat ik geen migraine krijg. Zit de dag erop. Ja, look heeft mijn make-up heel clean gehouden. Zo voor look 2 een iets bronzier en gouden look creëren. Haar vast, dus... Daar heb ik ook wel zin in. Even eruit knallen en dan zijn we klaar. Morgenochtend moet ik weer weg. Want ik vlieg zaterdagmiddag weer naar Duitsland. Dus dit was best wel een snelle trip. Luna kwam ook echt random met het idee. Maar ze heeft het echt goed neergezet. Haar jurken zijn ook echt mooi. Zij kan sowieso heel goed make-uppen. En normaal gesproken doe ik niet echt meer van die Marokkaanse shoots. Ik heb wel eens catwalk gelopen. Maar echt shoots doen, dat doe ik gewoon niet. Maar omdat zij heeft me zo vaak uit de brand geholpen vroeger. Dat al toen ik een make-up artiest nodig had. En zij kan sowieso heel goed make-uppen. Dat ik dacht, ja, ken niet anders dan dat we de favor terug doen. Maar ik ga even liggen met mijn sparkling water. En ik zie jullie zo bij look 2. Jurken zijn geschoten. Dat was echt heel mooi. Ik kreeg heel veel bekijken van buiten. Maar
It was perfect. Het licht was weer echt heel mooi. Ik ga thuis lekker mijn gezicht wassen. Na deze look 2. Het lijkt echt alsof ik drip ben in goud. Ze heeft me zo mooi opgemaakt. I can't. En zij begrijpt het tenminste. Dat je mij niet te hard moet opmaken. Nee. They don't understand. Zo knap. Dus zo lekker zacht. Hi guys, ik ben thuis. Dat was in het appartement. Maar het is... inmiddels 11 uur. Ik heb net een beetje mijn koffer ingepakt. Ik wou jullie laten zien wat ik hier heb kunnen scoren in Venetië. Maar ik heb alles al uitgepakt en semi in mijn koffertje gedaan. Dus dat ga ik... Dat doe ik dan wel als ik in Nederland ben. Wij gaan nu even een ijsje scoren. Want het is onze laatste avond. En de foto's zijn net bewerkt. En ik ga jullie die ook zo meteen even laten zien. Ze zijn echt super cute geworden. Toch? Amazing. You did great, babe. You're doing amazing, sweetie. Ken je die van Kim? No. Echt? Ken je die niet? Nou, er was geen ijsje meer te verkrijgen. Dus wij gaan lekker een pizza eten. Terwijl we bij de pier zitten. Nou, toch nog een ijsje om het af te leren. Guys, mijn hart gaat echt tekeer. Er is net iets zo engs gebeurd. Loep en ik lagen in bed. En spontane, dus Shema en Somea, die lagen in een ander bed. In een andere kamer. Maar vandaag was er iets heel naars gebeurd. Somea's tas is namelijk gestolen. Terwijl hun aan het eten waren. En de foto's een beetje aan het editen waren. In die tas zat een tros met sleutels. En daarbij stond ook zeg maar zo'n... vroeger had je van die plastic dingetjes. En daar kon je dan je adres op schrijven. Als je een klein kind bent. Dat, I don't know. In ieder geval, dat stond er dus op. En dit is een soort Airbnb hotel. Wat we via Booking hebben gereserveerd. Het is nu inmiddels 1 uur 's nacht. En we lagen in bed. We lagen allemaal bijna te slapen. En ik hoor opeens keihard de bel gaan. En ik denk, hè? Wie zou er aanbellen? Want we zijn niet luid. Dus het kan niet een van de buren zijn. Somea's tas was dus gestolen. Door iemand die eigenlijk een armband om haar pols zette. En daar zat ook het huis, daar zat ook een huissleutel in. En daarop zat het adres. En gelukkig hadden we een trosje met reservesleutels. En ze zijn nu dus blijkbaar, dat denken wij dus, gewoon komen aanbellen. Om te kijken of we thuis waren of niet. Zodat ze ons kunnen legen. En nu durft niemand natuurlijk te slapen. En is het wakker. En ik ben meteen gaan kijken. But we have munitie, hè? Dus ik ging net een beetje raar doen bij de deur. Want er gaat ons met ons gebeurt niks gek. Broodmessen en al hebben we hier. Er is niks aan de hand. We zijn nu wakker. Niemand gaat slapen vandaag. En we moeten morgen op vliegen. Update. We zijn dus met de mensen van eigenaren van het appartement aan het praten. En ik denk dat we even wakker gaan blijven. Luna gaat haar koffer inpakken. En dan gaan we denk ik gewoon naar de airport. This is so not cool. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet bang in zulke situaties. Maar een paar, ja, Doemna is ook niet bang. Maar de meiden zijn wel bang en dat vind ik wel zielig. But I got a whole pen. Mensen, oh my god. Zeg maar, stel je voor. Ze komen naar binnen of zo. Het is echt niet iets om lacherig over te doen. Maar ik denk echt dat ik uit adrenaline echt gewoon wel iets zou kunnen. Dat ik iemand echt wel pijn zou kunnen doen. Iets wat ik normaal gesproken niet zou doen. Maar ik denk wel dat ik dat zou kunnen. Dit is echt creepy. Maar goed, we hebben het telefoonnummer van de meiden die hier naast een appartement hebben gepakt. Dus we zijn allemaal een beetje op ons hoede. Dit moet, hoop ik, wel goed komen. Maar goed, we gaan zo gewoon naar de airport. En dan gaan we daar een hotelletje pakken. Goedemorgen iedereen. We hebben de nacht overleefd. We zijn toch maar gewoon in het hotelappartementen dingetje gebleven. Trouwens, we verbleven echt midden in de stad. Wij gaan nu met de boot terug naar de airport. En dan vliegen we terug naar Nederland. Dus Venetië trip zit erop. Marwa die haalt me lekker op. En dan ga ik eruit. Oké, guys, dit is zo'n klein airport. Maar goed, wij gaan nu boarden. En dan vliegen we terug naar Nederland. Ik hoop dat Marwa me kan ophalen, want ik heb het ijsje niet gevraagd.
En anders moet ik met de trein. Which is fine. Oké, guys. Marva is daar. Ze heeft me opgehaald. Ik heb gereden. Want we stonden letterlijk 2 uur lang in de file. En ik heb heel veel tijd eraf gereden. Het zou eigenlijk zo zijn dat ik om 4:30 bij Elna's was. En de girl heeft er 3 kwartier afgereden. Dus ik ga nu heel snel mijn wenkbrauwen bij Elna's doen. En dan komt Aisha me ophalen. En dan gaan we naar mijn huis toe. Want we moeten om 7 uur sporten. En na het sporten gaan we lekker koken. En dan... ik heb ook nog met Tim afgesproken. Nou mensen, ik ga heel even mijn wenkbrauwen doen. Want Elna's heeft een nieuwe zaak. En die ga ik jullie even laten zien. Look how cute. Oké, guys, mijn eyebrows zijn weer helemaal gesneden. I'm happy. Thank you, gorgeous. You're welcome, Adam. Guys, Marva is toch gebleven. She and I are gonna go home. Ga niet met mij een ijsje sporten. Kom gewoon met ons sporten. Gaan we met z'n drieën. Nee, ik heb een deadline. Ik heb heel sporten. En dan kunnen we daarna samen koken. Ik heb een deadline. Oh ja, schoolgirl. Marva doet haar master nu. In het recht. En daar heb ik zo trots op. Ik ben lekker thuis. Aisha die was aan het werk. Ik ga er even joinen. Ik heb alleen nog wel... wat is het? Oh. Aisha heeft altijd hele gekke boodschappen. I can... Oh, ik neem een mandarijntje. Daar heb ik zin in. Wij gaan zo sporten. En we gaan ook zo koken. Ik weet alleen niet wat. We gaan eten. Ik denk dat we voor courgette spaghetti gaan. Daar heb ik ook wel zin in. Look at this face. Hij heeft net met ons geboxt. Are you dead? I'm dead. I'm back. Okay, we praten weer Nederlands. Ja. Wij gaan nu... naar house toe. Nee, eerst boodschappen. Oh, ik ben niks aan het koken. We gaan heel veel vegan eten maken. En jullie zullen zo het resultaat zien. En echt, sinds ik healthy eet, zijn asperges mijn new favorite thing to eat. Wij doen er olijfolie en peper en zout op. En dan gooien we ze gewoon in de oven. En dit is zo lekker. Ik heb een haarmasker zelf gemaakt. En die heb ik nu in mijn haar. Look at Marva sitting right there. Ik moet inpakken, want ik ga morgen naar Berlijn toe. Dus dat ga ik nu ook even doen. Oké, guys, we hebben even creatief nagedacht. Ik heb nog geen eettafel. Alles is er pas over 3 weken. Dus we gaan even een salontafel eten. En we made vegan stuff. Tomatoes. Aisha en ik hebben dan wel garnalen, want wij eten wel gewoon vis. Sla. Kwark met limoen, zout en peper. Ja, en citroensap. En dit is de vegan one voor Marva. Nou, en Marva heeft in plaats van garnalen heeft zij amandelen. We hebben een courgette pasta met pesto. Crème fraîche. Ook vegan, ja. En my fave. Oké, guys. Wij hebben lekker gegeten. Ik sta in mijn badkamer. Ik ga lekker douchen. Ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze extreem lange vlog. Wat was extreem lang? Ik denk wel dat het een beetje lang is. Vergeet je alsjeblieft niet te abonneren op mijn kanaal. Laat een blauw duimpje omhoog achter. En dan zie ik jullie bij de volgende vlog. Bye! Doei! Aisha op de background. Awesome girl.